Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met. Alleen maar opklaringen. Misschien een enkel wolkenveldje op de wadden, maar dat stelt niets voor. En verder schijnt de zon volop. Vanochtend al temperaturen die snel oplopen tot meer dan 20 graden. Een zwakke wind uit een oostelijke richting. Vanmiddag neemt de wind iets toe, wordt dan meest matig, hoewel zwak boven land. De zon schijnt volop en temperaturen komen in het uiterste noorden aan 23 graden. En in het zuiden lokaal al aan 28. Een zomerse dag dus met voorzichtige temperaturen als we dat gaan vergelijken met de dagen die volgen. ...vanavond daar eerst mee te beginnen. Het blijft lang warm, het blijft zonnig en het blijft droog. De wind houdt een oostelijke richting. Morgen lopen de temperaturen op naar tropische waarden. 30 tot 33 graden in het midden en zuiden en in het noorden 27 of 28 volop zon. Iets meer wind uit het oosten tot zuidoosten, matig kracht 3 tot 4. Dan neemt donderdag de kans op onweersbuien toe, met name in het midden en westen van het land. Temperaturen in het uiterste noordwesten wat lager, maar in het midden en oosten 334 graden. Vrijdag, dan overal iets gematigd, maar nog wel boven de 30 in het binnenland. En zaterdag lijkt dan de topdag te worden wat temperatuur betreft. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl